In Groesbeek is er geen draagvlak voor de komst van windmolens. Dat bleek dinsdagavond tijdens de tweede bijeenkomst in het gemeentehuis voor het samenstellen van een kansenkaart duurzame energie. De 40 aanwezige inwoners brainstormden over mogelijke locaties voor zonne-energie, windmolens, biomassa-centrales en waterkrachtcentrales. De eerste bijeenkomst in Groesbeek, toen waren er 120 mensen aanwezig, leverde volgens de gemeente Bergendal geen eenduidig beeld op. Vandaar de extra bijeenkomst.